dat ik moest met de trein naar school. En in ene, toen ik daar naartoe liep, zijn mijn voeten steeds zwaarder geworden. Ik ging steeds langzamer, langzamer, nog langzamer. En toen heb ik de trein gemist. En mijn vader zei, jongen, wat is er met jou aan de hand? Ik zei, ja, ik kan niks aan doen. Het ging niet. Nou, een paar minuten later hoorden we dat net die trein gebombardeerd is. Weet je. En toen dacht ik, hé, mijn beschermeling, die werkt goed. Hein Mader, een beeldend kunstenaar met een missie. Na een lange zwerftocht over de wereld komt Hein in 1989 terecht in het kleine Friese dorp Manchem. Hier staat dan al een jaar of vijf een verlaten grasdrogerij te koop. Er komen geen gegarden op af, omdat het erf grotendeels bestaat uit een halve hectare betonvloer. Het blijkt een ideale locatie. Een ruim woonhuis met een schuur waarin hij zijn gereedschappen kwijt kan. Later bouwt hij er met behulp van vrienden een grote schuur bij die inmiddels een groot deel van de kleinere beelden herbergt. Binnen en op het erf zijn ruim 200 beelden ontstaan die de eigen collectie van Mader vormen. Hoewel het steeds moeizamer gaat, is Hein op zijn 85ste nog altijd aan het werk. Totdat zijn zoon ziet dat het niet langer gaat en met hem naar de eerste hulppost van het ziekenhuis gaat. Hier constateren de artsen dat hij lichamelijk eigenlijk versleten is. Ze zeggen dan ook tegen hem dat ze niets meer voor hem kunnen doen. Toen ik daar lag, zo half dood of drie kwart dood, kreeg ik weer een visioen. En die visioen was, ik zag mij plotseling in een ruimte die alleen maar licht was. En toen vond ik dat zo prachtig gevoel dat ik tegen mij zei, Hein, als je nu gaat sterven is het alleen maar leuk. Maar, want ik zei tegen mijzelf, als ik nou mijn ogen dicht doe, dan weet ik dat ik gestorven ben. Maar iets of iemand heeft mijn ogen opengehouden. Dus het was te vroeg van mij. Hein Mader werkt niet alleen met hout en steen. Van staal maakt hij grote ijzeren sculpturen van aan elkaar gelaste gebogen componenten. Het zijn abstracte, vloeiende groeivormen. Soms doen ze denken aan ontluikende bloemen, of zich aan boomstammen ontworstelende takken, maar dan onmogelijk groot. Vaak kunnen de zware en massief ogende beelden ook bewegen. De wind brengt ze in een langzaam draaiende actie. Hiervoor is het nodig dat ze perfect in evenwicht zijn. Het idee voor een beeld is net als de liefde voor een vrouw. Je hebt ook geen invloed op. Het komt of het komt niet. Dat idee wordt, zoals ik het noem, door mijn grote baas, wordt het aangereikt. Ik heb nu 160 beelden kunnen maken, maar ik heb minstens 3 keer zoveel ideeën gehad. Ik heb meer ideeën aangereikt gekregen en wat ik kan uitvoeren. De grote baas heeft mij een grote keuze laten maken, maar die definitieve vorm heb ik zelf gekozen. Een verhaal wat ik rustig durf vertellen, want als je die naam hebt dat ik gek ben, dan kan het. Ik zie mijn gebouwtjes, sinds ik hier ben, heb ik ze vaak gezien. En dat zijn allemaal van die kleine mannetjes, zo een meter hoog, soms veel kleiner. Ze hebben allemaal een muts op.
En ze hebben me allemaal geholpen. Hij is bijvoorbeeld heel intensief met een heel groot, moeilijk beeld bezig. En soms gebeurde het dat hij krijgt het niet voor elkaar. Het is hartstikke moeilijk. En dan later dan kwam hij binnen en dan zei hij, de kabouters hebben me geholpen. Kijk, of gek of niet gek, dat maakt me niet uit. Het werkt. En dat is belangrijk. Heimader wordt in 1925 geboren in het Oostenrijkse Wielendorf. Het gezin woont op een landgoed van een baron niet ver van de Hongaarse grens. Vader is eigenlijk meubelmaker, maar in de crisisjaren is hiermee niets te verdienen. Hij werkt dan op het landgoed van de baron, wat gratis woonruimte oplevert. Ze verbouwen er hun eigen groenten en aardappelen. Tijdens de oorlog moet Hein na het gymnasium alsnog het leger in. Maar als hij naar het front zal worden uitgezonden, ligt hij met TBC in het ziekenhuis. En die chefarts toen zei tegen mij, zegt hij, je mag God danken dat je dat gekregen hebt. Want wat gebeurde, ik mocht niet meer in het leger. Dat is de prijs die ik moest betalen. Dat ik niet in Rusland gesneuveld ben, zoals mijn broer wel. Na de oorlog vlucht het gezin per paard en wagen voor de Russen en komt in de Amerikaanse sector terecht. Na een tijdelijk verblijf in een vluchtelingenkamp krijgen ze een woning in het kleine dorp Dienten. De basisopleiding voor zijn latere kunstenaarschap ontvangt hij in Salzburg, waar hij 4 jaar werkt in het atelier van Gustav Resatz, destijds een gerespecteerd Oostenrijks beeldhouwer. Hier worden houten heilige beelden vervaardigd. Trouwt hij de Oostenrijkse Barbara, die hij in het vluchtelingenkamp heeft ontmoet. Nou, mijn eerste Oostenrijkse vrouw, dat gewoon uit het dorp. Gewoon. Hoewel er snel 2 kinderen worden geboren, verlaat hij kort daarna zijn jonge gezin. Eerst gaat hij naar Zwitserland. Nou, ik heb hem leren kennen tijdens de wintersport. En eigenlijk vanaf het eerste moment dat we elkaar zagen, was het... Hé, wat gebeurt daar? En hij verhuurde ik gewoon. Heel wonderlijk, want zo mooi vond ik hem nou ook weer niet. Ik bedoel, om de een of andere manier waren we voor elkaar bestemd. En toen was ik weer terug en ik weet niet meer precies wanneer, maar... Opeens stond hij 's nachts om 4 uur voor de deur. Tot over de oren verliefd wonen ze elk op een eigen kamer. Want samenwonen is in die tijd uit den boze. Na een poos bevalt dit Dieneke allerminst. Dus stelt ze hem voor de keus. Ik wil niet zo doorgaan. Ik wil of er een eind aan maken of ik wil trouwen. Het een of het ander. Nou, hij had dus geen keus. En voor hem, ja, het interesseerde hem eigenlijk helemaal niet. Dus als ik dan zo nodig wou trouwen, nou, dan moesten we maar trouwen. Dus wij gingen trouwen. Werkt ondertussen eerst in het vormingswerk en begint daarna een werkplaats voor verfijnd meubelwerk. Hij specialiseert zich in het moeilijke werk en trekt daarmee de aandacht van de Rijksacademie. Ze geven hem de opdracht een werkplaats in te richten waar toekomstige beeldhouwers en andere kunstenaars vertrouwd gemaakt kunnen worden met ambachtelijke technieken. Van, we zaten er op 1 hoog achter. Ik wilde wel kinderen. Maar ja,
Het interesseerde hem ook eigenlijk helemaal niet. Want hij had al 2 kinderen in Oostenrijk. Maar ook, hij moet beelden gaan maken. Als je langs het strand liep, dan vond hij een stuk hout en dan maakte hij een krokodil van. Ja, kinderen pasten er eigenlijk helemaal niet bij. Maar ik ben er tenslotte ook nog en ik wou graag kinderen. Toen hadden we Sonja in maart 68 geboren. En 2,5 jaar later Johan. Ondertussen heeft Hein weer een andere vrouw leren kennen. En er was een, ik was heel erg gefascineerd door wat hij maakte en hoe hij het deed. Het geweldige vakmanschap, ambachtelijkheid, maar ook de vormen. En dus daar werd heel veel over gepraat natuurlijk. En ik hielp hem ook met dingetjes. Goed, opruimen moest af en toe gebeuren. Ja, ik was op zaterdag ook nog vaak daar. Ja, en het is zo een paar jaar gegaan. En toen liep dat dus helemaal spaak met zijn vrouw. En zij ontdekte dat hij een relatie had. Nou, en toen ben ik een keer met Sinterklaas. Sinterklaasdag, 's avonds zouden we Sinterklaas vieren. Toen ben ik naar de werkplaats gegaan. En toen kwam zij daar. En toen wilde hij me weg hebben al door. Maar ik zeg nee, ik blijf. Nou, toen kwam zij. Kwam zij binnen, net alsof ze thuis kwam. Ze ging de jas op, ging naar de wc. En toen zaten we daar met z'n drieën. Ik zeg nou, en hoe lang is dat al aan de gang? 6 weken was het al 3 jaar aan de gang. Hij heeft mij 3 jaar lang bedrogen. Dus wij waren onverbrekelijk verbonden eigenlijk. En dat is wel gebleken, maar ik was heel boos. En ik zeg, nou, ik heb hem het huis uitgezet eigenlijk. Ik zeg, als je je niet als mijn echtgenoot gedraagt, dan kun je mijn echtgenoot niet zijn. Ik heb dat natuurlijk niet gewild. Hein Mader is 46 jaar als hij definitief besluit om kunstenaar te zijn. Met werk in de bouw, af en toe een vloertje leggen en meer van dat soort klussen verdient hij het geld om nu en dan een week vrij te nemen voor het maken van zijn eigen minder pessimistische kunst. Eftigste durft hij het aan om zich in de Jordaan geheel aan de kunst te wijden. 'S Avonds is hij bezig met ijzer, overdag werkt hij aan houten beelden. Hij zit in het gebouw van de Spaarbank aan het Amsterdamse Singel, waar hij de aandacht trekt van de Rietveld Academie, die hem uitnodigt docent te worden. Voor Hein is dat een geschenk uit de hemel. Hij wordt zelf zijn beste student. Ik geloof dat het 2002 is geweest dat ik dacht, dat ik hier zat, dat ik dacht, ja, zo gaat het niet langer. Dit kan je niet langer zo volhouden, je moet gewoon erop bellen. Dat heb ik toen gedaan en gezegd, nou, het spijt me dat de dingen gegaan zijn zoals ze zijn gegaan. Het had niet zo gemoeten en ik bied mijn excuses aan. Het heeft geaccepteerd. En toen voelde ik eindelijk die haat als een natte dweil van me af. Van me afglijden. Hij blijft 10 jaar bij de Rietveld Academie en raakt dan uit de tijd.
Volgens de nieuwe artistieke opvattingen van de jaren 70 is het ambachtelijke verouderd, afgedaan en dood. Mader is het daar niet mee eens en verzet zich tegen de moderne kunstvormen. Hij protesteert bijvoorbeeld als een hoop zand met een straatsteen erop de vergankelijkheid van de kunst symboliseert en als eindexamenstuk wordt geaccepteerd. En als ik dan denk, ja... Het conflict met de studenten verscherpt zich. Ze vinden hem een oude man met ouderwetse opvattingen en doen hun beklag bij de top van de academie. Mader zou geen kennis kunnen overdragen. En Mader, die ondertussen al in de 60 is, wordt afgekeurd en beleeft, zoals hij het zelf zegt, pas toen een waarlijk gevoel van vrijheid. Hij was financieel onafhankelijk en kon gaan doen wat hij wilde. Hij kreeg ook de behoefte om steeds groter en ook grootser te gaan werken. Ook in letterlijke zin. Hein werkt steeds vaker in opdracht. Soms zijn het grote bedrijven of overheidsinstellingen. Maar ook voor verschillende particulieren maakt hij beelden of sculpturen. Als hij een kunstwerk heeft verkocht, maakt hij van het verdiende geld en soms van de overgebleven materialen weer een beeld voor zijn eigen collectie. De relatie met Margreet duurt meer dan 20 jaar. Toch komt hier begin 2000 weer een deuk in. Kijk, ik was niet meer nieuw. En er kwamen anderen langs. En die kregen dan zijn aandacht. Ja. Ja, en als iemand was die hulp nodig had, en waren toevallig meer vrouwen dan mannen, dan hadden die al zijn aandacht. Titia en haar vriend Lerus komen regelmatig bij Hein op visite. Na het overlijden van haar vriend zoekt en vindt Titia troost bij Hein. En nou ja, daar is een bepaalde relatie uit voortgekomen die niemand begrijpt, ik ook niet. Maar er zit een binding tussen. En die binding is heel sterk. Ik zeg niet, ik heb dat beeld gemaakt. Dat hoor je me nooit zeggen. Ik zeg altijd, dat beeld is via mij ontstaan. Maar ik heb het niet gemaakt, want die grondgedachte was nooit voor mij. Die kwam altijd van de baas, van boven. En daarom kan ik het ook niet opbrengen om beelden nu uit deze collectie te verkopen. Want het hoort bij elkaar.